Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, Zelda Play 20. En in de vorige aflevering hebben wij dus de twins verslagen. Hebben we een paddenstoelen biome hier gemaakt. En hebben we dus zeg maar een farm gemaakt hierboven in de Skyways. En in deze aflevering wil ik heel eventjes teruggaan naar de Hallowed Biome Hero. Om eventjes te kijken of we nog eventjes wat Souls of Light kunnen pakken krijgen. Heel veel gold daar. En om eventjes te kijken of we nog wat crystals kunnen pakken. En natuurlijk hebben we de materialen nodig om een volgende baas op te gaan roepen. Ik zit eraan te denken om eventjes een crystallized farm in de toekomst te maken. Dus ik wil heel eventjes kijken of ik daar genoeg bouwmaterialen voor nodig heb. Anders neem ik die daar ook gelijk even mee. Pearlstone blocks, nee, die heb ik genoeg. Dus daar kunnen we een speciaal kamertje voor maken. Dat is alleen maar handig. Oké, in de vorige aflevering hebben we ook iets te pakken gekregen waar ik niet echt veel heb over uitgelegd. We hebben de Corruption Key Mold gekregen. Herinneren jullie nog de dungeon? De gevaarlijke dungeon die dus zeg maar hier helemaal achter in de map zit. Daar zaten verschillende kisten die wij niet open konden maken, waaronder een corruptiekist. Als wij een bepaalde baas verslaan, dan komt daar dus zeg maar een sleutel van. En met die corruptiemold kunnen wij daar dus zeg maar een corruptiekey van maken. Waardoor dat we die kisten open kunnen maken. Wat zeker heel erg handig is en wat heel erg fijn is om dat zo snel mogelijk te kunnen doen. Dus ik ben heel erg blij dat we die gevonden hebben. Goed, dus zonder enig oponthoud loop ik en neem ik jullie al gelijk heel eventjes mee naar onze Hallowed Biome. Hallowed Biome. En hopelijk kunnen we ook een megafoon te pakken krijgen. Want die wil ik echt eentje hebben. Want die is nodig voor... de Ank Charm, waar we dus zeg maar al die materialen voor nodig hebben, is een van de moeilijkste items om te maken. En die wil ik zeker voor elkaar gaan krijgen. Dus laten we hopen dat het spel een beetje vriendelijk voor ons is. En hallo. Daarom wil ik dat ook even naar voor elkaar gaan krijgen. Verder wil ik ook alvast, ik denk dat ik dat morgen ga doen. Voor het tweede huis gaan maken. Want ik heb al een beetje zitten kijken van wat voor materiaal dat we gaan gebruiken. En ik heb er al een leuk idee voor. Dus zeker leuk en handig om dat te gaan doen. En hier zijn we dus bij de Hallowed Biome. Geweldig. Hallo. En ondertussen dat ik hier nou jullie gezellig mee naar beneden neem, wil ik eventjes één vraag die mij ontiegelijk vaak is gesteld. Waar is hier... Oh, nee, niet... Hier toch? Hier wel? Nee toch? Wel. Ah, hier zit wel. Oeh, hier zit het wel. Oké, nee, maar er is een vraag geweest die is mij zo vaak gesteld. En ik wil daar toch wel eventjes dan eventjes een antwoord op geven. Mij is heel vaak gevraagd, wat vind ik leuker om te doen? Minecraft of... Terraria. Het probleem is zeg maar, Terraria en Minecraft zijn twee hele verschillende spellen. Dus het is hetzelfde om eigenlijk te vragen, wat vind je leuker, Mario of Zelda, dat soort dingen. Dus, maar goed, natuurlijk vind ik dat heel belangrijk om dat te beantwoorden. En ik geef daar ook eventjes een heel eerlijk antwoord op. Ik vind persoonlijk Terraria zoveel malen leuker, sorry voor de Minecraft liefhebbers, dan Minecraft. En... Voordat jullie gaan beginnen... ik vind in Terraria word je tenminste constant beloond. En wat ik dus heel jammer vind bij... Heb ik mijn dingen gemist? Nee, ik ben de verkeerde kant op gegaan. Slim! Nee, maar wat ik dus zeg maar... in Terraria, zoals ik al zeg, word je dus heel erg veel beloond. En wat ik bedoel met belonen en zo... elke keer als je een baas verslaat, bij wijze van spreken... word je zelf sterker. Het spel zorgt ervoor dat je non-stop sterk wordt. En ja, raak mij. Dat betekent wraak! Ga dood. Dank je. Maar dat vind ik dus heel erg mooi. Ik bedoel, bij Minecraft kun je zeg maar binnen een uur kun je al diamonds te pakken hebben gekregen. En in Terraria, zoals je ziet, we zitten nu al in aflevering 25. En we zitten nog niet op het sterkste. Omdat er is nog zoveel te doen. Er zijn nog zoveel bazen die wij moeten verslaan. Dus ja, het spijt me zeer om jullie dit te zeggen. Maar ik vind het raar. Ja, vind ik gewoon een veel beter spel. Ik bedoel, het geeft het uitleg. Je hebt geen Wikipedia nodig. Je hebt de guide die je daarmee helpt. Dus eens even kijken. Wat zijn we er al bijna? Ah, al de crystals die we mee kunnen nemen. Ja, ik neem jullie dit wel even mee. Ik bedoel, gisteren hadden we een bouwaflevering. Vandaag hebben we een beetje een mine-aflevering. Hopelijk hebben we dan ook nog een baas, zeg maar, dat we de derde baas mooi in een row kunnen doen. Dus dan hoop ik dat er heel erg veel doodles zullen gaan spawnen. Waardoor dat we dus, zeg maar, Souls of Light te pakken kunnen krijgen. En dus, zeg maar, de laatste mechanical boss op kunnen roepen. Wat zeker heel erg handig is. Nou, oh boy. Mushroom dudes. Ik haat jullie. Jullie zijn eng. Oké. Hey! Niet zoveel damage doen, hè, baas erop. Ik sla jullie allemaal uit die namals. Sterf. Oh, al de doodles.
Oeh, is dat een mimic? Is dat een mimic? Oh, ik zie een truffelworm, jongens. Zien jullie hem? Daar? Maar volgens mij is dat een mimic. Nee, dat is geen mimic. Oh, waarom zit jij daar nou zo vast? Dus kan ik je niet pakken. Ik ga het gewoon proberen. Ik kan het niet pakken. Ah, je gaat er vandoor. Oh. Oké, waarom? Oh, hier zit nog een Eye of Cthulhu in. Ah ja, laten we die voor de grap meenemen. Hey. Er zit hier een golden coin in die wil ik hebben. Oeh. Ben je niet zo op mijn sneaker? Geef Soul of Light. Nee, natuurlijk niet. Als je het om vraag krijgt, nee. Ja. Oké. Okay. Geef jij mij een Soul of Light? Hij is dood. Hij is dood. Oké, nou, eens heel eventjes kijken of ik hier eventjes wat mushroom seeds kan krijgen. Wat zeker handig is voor onze mushroom locaties die we dus gaan maken. Dus, paas erop, hè. Ik heb daar een heel groot probleem mee als jullie mij zo gaan lastigvallen. Wat zit hierin? Niks. Oké. Ja, daar kan ook af en toe nog wel eens wat stuff in zitten. Geen mushroom seeds, daar ben ik eigenlijk best wel... Vind ik jammer. Die kunnen wij goed gebruiken. Nou ja, zoveel mogelijk crystal shards. Nogmaals voor de crystal bullets. Waar wij de twins twee keer toe heel erg hard hebben verslagen. Vond de twins niet zo leuk. Niet mijn probleem. Had hij mij maar niet moeten aanvallen op het moment dat ik bezig was met stuff. Oké, het is hier heel erg donker. Oeh, heb ik deze al geëxploreerd? Ah, nog een megano. Ach, waarom ook niet? Kunnen we lol mee hebben als we veel te veel sterke items hebben en zo. Eventjes jou. Geef Soul of Light. Nee, tuurlijk niet. Hallo, Booby Trap. Jou negeren we gewoon. Ik ga jou nog niet eens breken. Daar heb ik nog niet eens zin in. Zo zinloos ben jij. Je bent een hele zinloze Booby Trap. Oké, nou, even. Jou even killen. Hallo. Soul of Light. Hebben ze. Mooi. Nou, hebben we meer van nodig. Dus, ja. Ik ga niet te veel van deze aflevering vullen met... Crystal Shards te pakken krijgen en zo. Dus ja, dit is heel eventjes wat ik doe op het moment. En komen we iets boeiends tegen, laat ik het jullie zeker zien. Dus ik ben terug in een seconde. Mimic! Mimic, geef iets goeds, snap je? Een kompas. Oké. Okay. Oh. Oké, dat was een gigaknip. Oh. Ik heb er weer een beetje mee te laten slepen. Ik kon er niks aan doen, ik weet het jongens. Maar op het moment als ik dan even bezig ben, dan wil ik het gelijk goed doen. Dus ja, ik heb 47 Souls of Light pakken gekregen. 133 Crystal Shards. En ik ben ook gelijk bezig geweest met de farm ervoor te bouwen. Zoals je ziet, ben ik recht naar beneden gemaakt. En ik heb hier weer zo'n vierkantje gemaakt. Ik kon het niet laten. Ik wou het gewoon gelijk eventjes doen. Ik heb ondertussen ook weer eventjes mushroom seeds pakken gekregen. Die neem ik heel eventjes mee naar onze andere mushroom biome. En ik denk dat we daar de materialen maar eens eventjes gaan verzamelen. Om ervoor te zorgen dat wij dus zeg maar hier Skeleton Prime kunnen gaan verslaan. Dus ja, ik weet het heel erg grappig. Maar zo heet hij. Ik kan er niks aan doen. Dus even naar onze mushroom biome. Eens kijken hoe dat het daar al mee gaat. Nog een beetje aan de trage kant zo te zien. Het is hier heel erg donker ook. Nou ja, we kunnen in ieder geval vast een beetje zorgen dat het hier ook gaat groeien. En vergeet niet, hoe meer mushroom seeds dat we krijgen, hoe sneller dat dit gaat groeien. Dus hallo slijmbal. Oké, nou dan ga ik er heel eventjes naar terug. En dan ga ik heel even kijken hoe dat het bij onze andere mushroom biome staat. Want daar wil ik nog het een en ander doen. Aangezien dat het heel erg belangrijk is om dat even voor elkaar te krijgen. Helaas zijn we geen unieke items tegengekomen. Ja, ik heb wel twee knipjes gedaan tot we een mimic tegenkwamen. En volgens mij nog iets. Ik weet niet meer, zo lang ben ik aan het farmen geweest. Dus, ja. Ja. Soms knip je er toch wel... Ja, ik weet niet, maar ja, zo'n hele ding is maken. Zelfs in de fast forward zou dat... 4 minuten, 5 minuten gaan... Ik weet nog niet eens hoe lang dat deze opname is. Ik zal eens even kijken. We zitten nou op 9 minuten in de aflevering. In de aflevering. Juist, in de aflevering. Ik ben nou... ik heb meer dan een uur offscreen dus. Oeps. Dus, soms maak je soms wel eens een beetje te lange dingen. En ik werd ook heel erg veel lastig gevallen door vijanden. Maar ik ben niet dood gegaan, want anders zou dat laten zien. Dus daarom weet ik ook perfect hoe lang dat ik aan het opnemen ben geweest.
Oké, okay, nou, wat ik namelijk wil doen is, ik wil heel eventjes kijken hoe dat met onze mushroom biome hierboven gaat. En, dat haal ik net niet. Nou, so not fair. Nou, zo te zien is die al heel erg goed gegroot. En kan ik hier wat grass seeds krijgen misschien? Mushroom grass seeds, mushroom grass seeds. Dat gaat goed, dat gaat goed, dat gaat goed. Nog meer. Zoveel. Ik moet je kijken hoe snel dit wel niet ondertussen wel niet gaat. Dus hoe meer grass seeds dat ik daar even beneden kan plaatsen, des te beter. Oh, zoveel mushrooms. Echt serieus, dit is Mario's paradijs hier ondertussen. Oké, nou, wat ik nou heel eventjes wil gaan doen, we hebben 7 grass seeds. Die doe ik nog heel eventjes plaatsen. En dan ga ik heel eventjes kijken hoe laat dat het is. Eens even kijken. Volgens mij is het nou net dag geworden. Ja, we moeten nog heel even wachten totdat het avond is, voordat we dus zeg maar tegen Skeleton Prime aan kunnen gaan. En we hebben er eentje gratis, hebben we niks gekregen. Maar ik wil toch heel erg graag jullie laten zien hoe dat je zo'n summoner maakt, zoals ik dat ook bij de andere twee bazen heb gedaan. En geloof het of niet, maar dit is de laatste mechanical baas die we dus moeten doen. En als we die weten te verslaan, dan zal het dus een stuk beter gaan met alles. Oké, ik wil er hier even eentje, ik wil er hier even eentje. Hebben we nog een paar even hier nog plaatsen. Zo, hierheen. Au, au. Heb ik er nog eentje voor hierboven? Joh. Zit die perfect in het midden, hè? Au. Oké, nou, die hebben we gedaan. En dan gaan we eens heel even kijken naar het recept voor de Mechanical Boss. Want volgens mij voor de Mechanical Skull had je nodig sowieso Souls of Night, Souls of Light, Bones en ook Iron of Lead Bars. Dus volgens mij hoor, ik weet niet zeker. Ik heb me natuurlijk gruwelijk vergissen. En voor de mensen die zich het eigenlijk afvragen van, mijn Zelda player, moeten wij nou niet ervoor gaan zorgen tot we, mushroom platform wil ik helemaal niet maken. Moeten we er nou niet voor gaan zorgen dat we een betere pickaxe gaan krijgen en zo? Nou, normaal gesproken zou je dus zeg maar gelijk voor een mithril pickaxe aan. Of voor een, we hebben titanium in deze wereld voor een titanium pickaxe. Maar het grappige is, wij hebben dat dus niet nodig. En wij kunnen dus zeg maar, dankzij dat wij dus zoveel geluk hebben gehad met de bazen, kunnen wij dus een heleboel skippen. Nou, bones hebben we genoeg dankzij die vervelende farming die we eerder hebben gehad. Resources, loot. En als ik me niet vergis. Oh ja, moet bij de andere, sorry, mijn fout. Juist, Mechanical Skull. 30 bones, 5 iron bars, Souls of Light, Souls of Dark. Oké. Laten we er de 2 extra maken. Waarom ook niet? Misschien krijgen we er nog een leuke trofee van. Ik weet niet hoe moeilijk dat het gaat worden. Nou, dan mag die zo weer eventjes terug. Dus deze mag weer eventjes bij de materialen. Jij mag weer terug naar de resources. En dan nog heel eventjes onze souls eventjes plaatsen. Natuurlijk bij onze hard mode stuff en onze cash. We hebben ondertussen best wel veel geld alweer, dus dat is alleen maar goed. Oké, nou, dit zijn dus de non-basis dingen en dit zijn de baasdingen. Dus hartstikke leuk, hartstikke aardig. Ik wil weer crystal bullets maken. Even kijken, waar heb ik ze? Hier. En dan heb ik ook even wat geld trouwens nodig. Oké, 6 golden coins zal wel genoeg zijn. Zo niet, jammer dan. Eenie, meenie, miny, mo. Ik kan ook wel cursed bullets maken, maar daar heb ik heel weinig zin in. Weet je wat, ik ga gewoon die zilver bullets in. Ik denk dat ik ze ga verkopen, jongens. Dus, Malek. Hier heb je je kogels terug. Nu moet je kijken, anders kosten ze zo duur, hè. Ik heb liever crystallized bullets. Die doen veel meer schade. Ook al zegt hij maar dat hij maar 9 schade doet. Zoals je dus zeg maar hier ziet. Ja, hij is handig voor een ander geweer, bijvoorbeeld voor een shotgun of zo. Maar, of ja, die zilver bullets. Maar, voor één target, dat je dus zeg maar een target vaker moet raken met één wapen, is dus zeg maar de crystallized bullet vele, vele malen beter. Oké, dan kunnen we ze allemaal converten. Dat zou helemaal geweldig zijn. Dat maakt mij een heel erg blij konijntje. En ik weet, het vijver is nogal stil, maar we hebben dus eigenlijk zeg maar heel erg weinig te vertellen. Dus, sorry daarvoor. Oké, nou, en al de crystal bullets. Allemaal, ik wil ze allemaal. Oké. Hoeveel hou ik over? 3? Serieus, Terraria? 3? Malek. Zo. Wij doen niet zo flauw. Ik heb nog heel erg veel van de crystals over, dus waarschijnlijk komen ze nog niet eens lang te farmen. Hoppakee. Zo. Oké, nou, daar zijn we dus klaar voor. En we zijn ondertussen ook klaar voor de, voor de baas op het moment met kogels en alles.
Dus wat ik wil doen is, ondertussen dat het nog avond of dat het nog dag is, wil ik dus heel eventjes gaan kijken, want ik wou dus een Flashback Huis 2.0 maken. Wil ik dus heel eventjes alvast even offscreen een beetje hier gaan kijken hoe breed dat die is en hoe lang dat we moeten gaan maken en al die dingen. Dus ik wacht heel even tot de avond is en ik zie jullie in een seconde. Nou, ik zal de flauwste niet zijn. Ja, ik ben alvast begonnen met het maken van. Leek me leuk om alvast deze ook te maken. Vooruit dan maar weer. Dus ja, ik ben hier al eigenlijk een beetje, zeg maar, alvast Flashback Huisje 2.0 aan het maken. En het ziet er nou nog heel erg apart uit. Maar dit wordt zeker leuk. Dit wordt echt een van de leukste dingen. Dus dan moet ik heel even kijken, hè. Want het moet daar dus ook weer perfect in het midden zitten. Dus dan moet ik eventjes kijken, hoor. Dit zijn de 27, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 geloof ik. En dan moet hij hier dus ook, eventjes zien dat ik ook even kan bouwen. Ik geloof 13, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nee, dat moet dan 12, 12 worden, dus dat moet zo worden. Oké, nou, dan hebben we die basis hebben we alvast. Aangezien dat we toch zitten te wachten totdat het avond wordt, lijkt het me alvast makkelijk om dit dus net zo goed alvast te kunnen doen. Dus ja, ik dacht bij mij, waarom ook niet, hè? Is net zo makkelijk. Dus zo, even hier weer. Het wordt gewoon echt precies hetzelfde huisje, maar dan van ijs. Dus hebben we meer ruimte voor meer comments en zo, dus waarom ook niet. Even kijken, ik heb natuurlijk nog niet van die dingen bij me. Kan ik alvast hier eventjes het dak maken? Dat zal heel blij en mooi worden. Zo. Even kijken hoe hoog dat ik het ook alweer had gemaakt. Maar volgens mij gewoon tot en met... Volgens mij tot en met hier. En met mijn hamer kan ik dan ervoor zorgen dat dit dus heel erg mooi ook zo glad wordt. Aha, daar ben ik echt blij om. Dus, Oké. Zo willen we... zo willen we het hebben. Zo willen we het houden. Even kijken. Dan kunnen wij dus hier even kijken. Zo geloof ik dat dat tot de max is. En dan zo... En dan moeten we dus, zeg maar, gewoon vanaf hier even weer verder bouwen. Oké. Misschien dan ook wel leuk om blauwe toortjes te maken. Ik bedoel, waarom ook niet? Geeft een beetje de extra sfeer die je toch wel een beetje nodig heeft. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké. Heb ik dat goed uitgerekend? Volgens mij wel. Dit wordt zo'n mooi huisje weer. Dit wordt het ijshuisje. Het ijspaleis. Daar komen de ijskouwen gaan. Nee, daar komen niet de ijskouwen. Kom eens op. Maar het leek me wel leuk, omdat ja, we hebben er dan eentje van hout, we hebben er dan eentje van ijs. We hebben dan, zeg maar, hier ook nog een extra verdieping. Ik heb de lantaarn heb ik hier naartoe gehaald. En ja, aangezien dat we hier dus, zeg maar, ook een houten verdieping hebben en de laatste verdieping die we gemaakt hebben van ijs gemaakt hebben, leek me dus wel leuk om dan hier, zeg maar, gewoon het helemaal in de ijsthema te gooien. Waarom ook niet? En ja, jongens, ik weet het, het regent. En oeh, dat wou ik niet doen, dat wou ik niet doen. Even terug, terug. Goed zo. Maar ja, een Nimbusrot hebben we niet meer nodig. De ijsgolem hoeven we niet meer te verslaan. Dus ja, we hoeven eigenlijk niet echt veel meer te doen betreft de ijsphysics. Dus Of ja, ijsphysics met de regenwetter. Dus Oké, nou kan ik hier ook heel eventjes alvast het plateau even maken wat ik zoek. Even kijken, dat is zo... Nee, iets lager. Zo. Is dat op dezelfde hoogte? Ja. Oeh, het wordt donker. Is het dan nacht? Kunnen we naar Skeleton Prime? Even potions. Hoe laat hebben we het? Even alvast potions pakken. Potions. Want ik neem toch voor de zekerheid geen risico. En neem ik toch mijn Iron Skin, mijn Regeneration en mijn dinges mee. Want volgens mij, dat het nou zo donker wordt, is het nou avond geworden. 7 uur? 5 uur. Om 7 uur is het avond. Dus we hebben nog 2 minuten. Ja, dat kan nog wel. Dan kan ik even dit even afmaken. Waarom ook niet? Daar hebben we alvast de omtrekken van, dus zo. En dan kan ik er morgen mee verder. Dus lijkt me decent. Oké, nou, voor Skeleton Room Prime heb ik nodig sowieso mijn Mega Shark, zoals ik al zei, 3876 bullets. Lekker veel. En wat ik dan ook nodig heb is, ik denk dat ik de Nimbusrot gewoon actief neerzet. Zo, is dit de schakeling der regen of zo? Oké, nou dat is nog steeds mooi geblokkeerd.
Dus op zich, ja, ik denk, ja, Skeletron Prime kan best wel lastig zijn. Ik vind hem persoonlijk een van de moeilijkste mechanical bossen, zeg maar, die van de drie ertussen zit. Dus zover het tot we nu toe hebben gezien, zijn het de sterkere versies van de bazen die we al gehad hebben. Op, hoi. Nou, eigenlijk de Destroyer. Je hebt ook nog de Brain of Cthulhu. En die zit dus zeg maar alleen in de Crimson Wereld, die ik ook nog zeker wil laten zien. Maar ja, die heeft dan zeg maar geen sterkere vorm. Maar dit is dus zeg maar de sterkere vorm van het skeletje wat we hebben verslagen. En deze kan behoorlijk pittig worden. Dus nou hoop ik dat we een beetje alles goed gaat lopen. En ja, de Nimbus, op zich is het wel handig om hem daar een beetje onder te houden. Tot hij dan zeg maar een beetje veel schade krijgt op het moment dat hij daar dus zeg maar doorheen gaat. Dus op zich is een Nimbus rot kan handig zijn. Maar ja, ik vind hem nog steeds altijd het veiligste. Of veiligste. Het fijnste bij de Destroyer. Dus, nou, de nacht die gaat zo intreden. We hebben de drie. En we hebben natuurlijk ook nog een professional nog een hij gevonden. Ik dacht, ja, waarom niet? Dus, al die slimes. Ach, erm, al die slimes. Oh, wat erg. Ik kill jullie allemaal. Het enige nadeel is, mochten we deze basis niet op tijd kunnen verslaan, dan hebben we dus een heel groot probleem. Dan kan hij ons namelijk instant killen. Dus daar willen we zeker voor uitkijken. Nou, ik knip heel even vooruit totdat we dus zeg maar bij Skeletron Prime tot we hem op kunnen roepen. Oké, het is zover. De muziek is veranderd. Dus regen, regen, roepen. Buffs. Oh, hallo. Ik wil gaan schieten alsjeblieft. Dankjewel. Oké, hier hebben we hem dus. Skeletron Prime met zijn vier armen. Zijn armen zijn het gevaarlijkste van alles. En we willen dus zoveel mogelijk hier rondvliegen. Oké. Oh boy. Oké. Oh, ik haat jou. Ik haat jou, Skeletron. Oh boy. Wil jij zoveel mogelijk eventjes... Juist, goed zo. Neem die extra damage eventjes op. Oh boy. Oh, al die armen die zijn zo pijnlijk. En die bommen die kunnen ook zo devastating veel schade doen. Oh boy. Oké. Ik denk niet dat we er hier veel van kunnen verslaan. Oh. Ah. Wil jij je armpjes bijhouden, doodle? Oh boy. Waar ben je? Oh, je bent aan het spinnen. Oké. Het is heel moeilijk om op hem gefocust te blijven schieten. Dat vind ik wel bij hem, dus. De Mega Shark is misschien niet het beste wapen voor hem. Lekker belangrijk. Gewoon blijven schieten. Oh boy. Oh, ik neem veel damage. Oh, hij gooit met bommen. Nimbus rollen. Dan moeten we twee even apart neergooien. Maakt niet uit. Oké. En blijven schieten. Oh, die frost damage. Oh, die frostburn. Heerlijk. Hij blijft dus schade krijgen van de kogels, omdat we dus zeg maar die frostarmen dragen. Heerlijk is dat. Oké, hou mijn health in de gaten. Doe maar even een health potion. Ah, bijna weer op vol health. Oké. Dit kan lang gaan duren. Zeker als ik niet goed blijf mikken. Oké, hallo. Oh, en op hem blijven schieten. Daarom ben ik blij dat we van die houten plateautjes hebben. Dan, vlieg nou eens niet zo ver weg, man. Dat vind ik zo irritant dat hij zo ver weg vliegt. Oké. En al de Hij vliegt zo gigantisch ver weg. Dat is echt gewoon irritant. Oké. Oeh, man. Ik zag een paar buffs weggaan. Oh, boy. Nou, voor die spinaanval willen we dus zeker uitkijken. We hebben hem bijna. Even weer een nimbusje even herstellen. Oeh, deze die gaat echt. Deze duurt een stuk langer dan er. Kom hier jij. Ah, hij vliegt ook zo ver weg. Voice crack. Die anderen die proberen de hele tijd op je af te komen. En deze die vliegt alleen maar weg van je. Je bent een watje. Je bent een mietje Skeletron Prime. Kom dan. Waar ben je nou? Oh, kom er daar aan. Je bent al twee van je handjes kwijt. Oh, dan raak ik nog niet. Oh, drie. Nee, hij is één handje kwijt. Oh boy. We hebben hem bijna. 3000 nog. Ah, kom op. Wees nou eens niet zo'n watje, man. Maar je kijkt hoe hoog dat je wegvliegt. Juist. Doe maar even die spinaanval. En... kom op, kom op, kom op, kom op. All the damage. Zie hem... Irritant beest. Blijf nou eens gewoon hier. Goed zo. Sheesh. Oh, we hebben de Skeletron Prime mask te pakken gekregen. We doen er nog eentje in een fast forward.
Oh, en we hebben zelfs een mechanical skull van hem gekregen. Joepie. Dat gebeurt wel vaak, hè? Sorry jongens. Het gebeurt er weer een keer. Nou, die bewaren we gewoon voor de volgende keer. Oké, dus we hebben alle bazen van de mechanical tak hebben we dus nou verslagen. Ja, sorry voor die resolutie af en toe. Ja, dan klik je net eruit en dan... Goed, wat we nou dus zeg maar kunnen maken is... Als we dus al die souls van de bazen bij elkaar voegen... En wij nemen onze Hallowed Bars mee en... Ik vind het eigenlijk wel grappig dat we dus zeg maar al drie van die dingen hebben. Ik vind het jammer dat we zo'n trofee niet hadden. Dat leek me ook nog leuk om die nog bij hebben gekregen. Maar maakt niet uit. We doen het gewoon met de dingen die we dus hebben. En als ik dan, ik geloof, bij onze anvil ga staan. Dan hebben we onze hallowed weer. Maar dan kunnen we dus hier de pickaxe X of de pickaxe Drex maken. De Drex is eigenlijk een drill. De pickaxe die... ja, de pickaxe is eigenlijk sneller. Als de drill. Echt heel erg weinig. Dus. Maar we kunnen dus naar de pickaxe-x maken. Wat zeker een van de sterkste is. Want die geeft 2 voor 110 x-power. Terwijl dat deze die geeft ook 110... Sorry, x-power. En dit is pickaxe-power. En deze geeft 200 pickaxe-power. Mijn fout, sorry. Kan gebeuren. Maar, 110 pickaxe-power. Deze geeft 200. Maar deze die is dus zeg maar heel erg belangrijk voor onze volgende aflevering. Wat we daar dus zeg maar gaan doen. Dus ja, al die andere souls die we over hebben zijn nog belangrijk voor later. Dat is zeker heel erg fijn om dat te weten. En ja, zonder enig oponthoud gaan we dus zeg maar naar de comment van de dag. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, de comment is geplaatst en de comment die komt van SpeakerGames12 Fiverr. Je bent zo schattig en ik vind het heel leuk dat je nu ook praat. Ach... Ja, het idee was eigenlijk een beetje zeg maar, om Fiverr een beetje meer interactief in de video's neer te zetten. En niet alleen als symbool. Dus ja, toen kwam je eigenlijk op het idee van de tekstballonnetjes. En zo is het idee dus eigenlijk gekomen. Dus Speaker Games, leuk dat je het leuk vindt, Fiverr. Je hebt er een fan bij. Dus wees er heel erg blij op. De tekst daaronder die staat nou helemaal vol ondertussen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dus Speaker Games, bedankt voor je leuke reactie. En ja, we hebben nou dus zeg maar alle drie de Mechanical Bosses verslagen. En de Jungle Gross Wrestler stond net ook in beeld op het moment dat we de Skeleton Prime voor de eerste keer verslagen. Dus in de jungle is er nog heel erg veel te doen. Maar ik denk dat we morgen eerst heel eventjes dit huis gaan bouwen, afbouwen. Tot er een huis bij de jungle, of bij de jungle. Tot er een huis zeg maar, hier nog eventjes gebouwd moet worden. En hé, hij is helemaal compleet. Dat is mooi, dat is mooi. Dan kunnen we daar zeker, dan is dat een legit mushroom biome. En dan ben ik heel even benieuwd. Waar is daar? Dus dat verlichtgevende schnizzel. Oké, hoe gaat het hier nu? Nou, hij begint uiteindelijk ook goed te groeien. Dat is mooi. Dus ja, zonder enig oponthoud. Heb je een leukste momentje van deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering. Wat waarschijnlijk een bouwaflevering gaat worden. Weet ik niet zeker, maar dat zullen we zeker zien. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal morgen weer te zien. Dus tot dan. Doei!